Er heeft gewoon iemand op Debra geplast. Kijk. Gaat het lukken? Oké, Debbie. Dit is hem. Deze achtbaan gaat over de kop. De vraag is, ga jij vandaag voor de allereerste keer in een achtbaan die over de kop gaat? De achtbaan zit vast. Hij zit vast. Oké, dit begint wel een beetje eng te worden. Wie had verwacht dat deze dag ooit zou aankomen? Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Familie de Kamp. En dit keer niet vanuit Dubai, maar wel vanuit een zonnig Nederland. We hebben de zon meegenomen. Kijk jongens en meiden, speciaal voor jullie, meegenomen vanuit Dubai. Heerlijk, mocht je het hebben gemist, dit is onze villa voor een aantal dagen. Heerlijk, de kinderen hebben lekker even een skelter erbij. Wat ben je aan het doen, Debran? Help ze even mee, volgens mij probeert hij Willy te maken. Oké, het is Willy. Oké, Willy tijd. Nee. Mias, kijk op zit. Hoe gaat het met jou? Kijk hoe blij die is. Ga je op de auto? Nee. Oké. Hey, ik heb een rijbewijs hier. Ja. Jij skelter rijbewijs. Kijk, de angst is. Ah! Oh, angst is zo. Ga aan de kant. Oké. Kijk uit, een 5-jarig meisje achter jou. Die gaat niet dood. Oké. We hebben de skelters maar even overgelaten aan de kinderen. Wij gaan nog even heerlijk genieten van het zonnetje. En zometeen gaan wij het pretpark in, hier in Duinruil. En er is iets heel erg leuks, want er is namelijk een achtbaan die over de kop gaat. En daar mag Debra in. Het zou de allereerste keer worden dat hij dan over de kop gaat. Ik ben heel erg benieuwd of hij het gaat doen. Ik ben benieuwd wat jullie denken, of hij het durft te doen. Gaat Debra het doen of niet? Ik ben heel benieuwd. Oké, we zijn aangekomen in het park. Ik wou zeggen, kijk eens even, ze hebben jou een mooi plekje gegeven in het park. Kijk, hoe zit het dan? Dit is Sarah, mocht je ooit in Duinruil zijn. Je kan hem hier in levende lijven vinden. Lekker stukje kip erbij hier. Nee, 2 druppels water. Iedereen wil hebben dat zo en ik zou gewoon hier. Ja, nee, daarom. Een eigen plekje in de Duinruil. Lekker wel. Paddenstoel. Kijk wat hij vandaag een beetje gaat durven. Hij staat. Gaat Mini vragen attractie? Ja of nee? Nee, hij blijft veilig zitten. Is een buggy die hij de vorige keer niet meer wou hebben, maar vandaag toch wel fijn vindt. A few minutes later. Mias is dus gewoon zijn buggy weer uitgegaan. We hebben een attractie hoor. In de zweefmolen. En ik heb best wel slechte herinneringen aan deze plek. Wat was dat? Hij wou hier niet uit. Daar komt hij. Dus. Kijk dit. A few moments later. Vraag of hij eruit wil. Ik denk het aan niet. Ik wist het. Hij kijkt zo emotieloos, maar hij wil er gewoon niet uit. Oké, gaan we eens even kijken of hij er vandaag ook paardjes vrij. Je moet een paardje eenmaal allemaal. Daar. Kijk. Ja, ze gaat super zachtje. Oké, Esra, stop. We hebben een missie. Gaan we hem eruit krijgen, ja of nee? Nee, we hebben al 20.000 rondjes gemaakt. Ja, paardje. Ja, goed zo. Loop door. Dat is goeie. Voortaan gaan we zeggen tegen hem, we gaan naar een paardje toe. Kijk, er staat iemand te plassen hier zo. Huh? Nee hoor. Oh, nee. Zo, ik word nat. Nou, asociaal. Oh, pas op. Wat is dit nou? Hebben we dit vorige keer niet gezien hier? Hij plast wel veel. Oké, als je nodig moet plassen, kom je hier, want wat al dat water en ja. Ik moet zeggen, ik moet van de wc eigenlijk. Ik ben nat gemaakt! Ben je nat gemaakt? Heeft iemand op jou geplast? Esra, er heeft gewoon iemand op Debra geplast. Een attractieheld hoor. Ja hè, hij heeft tot nu toe de meeste attracties gepakt hè. Ja, kijk eens. Handjes zitten lekker binnen. Oh, Mimi gaat over de kop. Kijk, handen is nog, kijk. Handjes. Nou, we hebben een probleempje. Hij zit in een attractie die niet wil stoppen. Hij wil niet stoppen, hij blijft doorgaan. Die zit erin, we kunnen gaan. Ik denk dat haar besluit. Stop je, Pip? Hé, Pip, we zien vanavond, hè? Doei! Doei! Oké, we zijn aangekomen bij de volgende attractie. De eerste attractie waar Debra in gaat, toch? Want hij is eindelijk groot genoeg. Want voor heel veel attracties moet je 1,20 meter zijn. En Debra heeft die lengte eindelijk bereikt. Hij gaat skaarsweg naar beneden. Gaan we? Ja. Oké, Debra komt eraan. Hij staat er klaar voor. Woehoe! En daar komt Sarah. Hoe was het? Ja, was vet hè? En nog een keer. En daar gaat hij weer hoor. Woehoe!
Oké, we zijn aangekomen bij de volgende plek. En Mimi, mag je er eindelijk in? Kijk, hij gaat ook echt zelf de voorstaan. Mag ik slechte nieuws vertellen? Ik ga niks zeggen. Ilai, leuk hè? Ga jij maar wat zeggen. Ik mag alleen. Ja, Ilai. Shh, niet zeggen, niet zeggen, niet zeggen. Shh, ga maar gaan. Dit moment. De apel. Je mag er niet in. Paardje, paardje. Gewoon paardje zoeken bij mama. Hij is zich losgewerkt van mijn schoon. Yes. Nee, hallo, niks hallo. Oké, we zijn even doorgelopen, want het duurde best lang. En hij kon niet wachten, want... hij heeft zijn krekken zo op de grond gegooid. Mimi, hoe doe je dat? Mimi, wacht eens. Hallo, Mimi. Hij loopt zo voorbij, maar Mimi mag hierin, dus... Als hij groot is, hij gaat overal in. Echt waar, 100%. Mimi, daar ga je dan. Wil je samen met Ilai voorop? Wauw. Tegen Mimi zo toet toet. Toet toet. Wat aardig ga je toch? Doei Mimi! Doei! Oké, nu is de vraag. Gaan we Mimi hieruit krijgen? Mimi? Gaan we eruit? Ja, maar nee, je moet eruit. Oké. Kom maar, Ilai. Kom maar eruit. Mimi? Kom maar. Ga je... bent hier. Zo, hij doet het gewoon. Goed zo. Mimi hierin gekregen, maar Ezra. Zonder problemen zijn gewoon eruit gegaan. Problemen in de buggy en hij blijft er even zitten. Ja, goed zo. Maar Ilai? Ik wil even kijken of jij hierin durft. Kom eens mee. Jij? Ja. In een zweefmolen? Ja. Ja? Kom, ga kijken of je erin mag. Kom. Kom, 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 kom. Kijk eens, ga eens kijken. Mag je erin? Oké, Mimi heeft een buggy verlaten. Moet je kijken wat hij gaat doen. Moet je opletten, moet je opletten. Kijk, die kleine boef. Hij weet het. Ga maar. Ga maar proberen dan. Kijk, kijk, kijk. Moet je opletten wat hij gaat doen. Moet je opletten. Kijk, 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 kijk. Gaat hij lukken? Gaat hij lukken? Nee. Hij doet het gewoon. Nou, zijn hoofd is gegroten voor. Gelukkig past hij er doorheen. Debbie, veel plezier hè. Niet bang zijn hè. We gaan zo, maar dit gaat toch niet zo normaal. Durf jij hier gewoon in? Durf jij hier in? Volgend jaar gaan we zien, want kijk dit. Het gaat ook hoog. Wow. Heerlijk S, durf jij hierin? Eerlijk? Ik durf in alle achtbanen met dit. Sluik over. Oké, Debbie. Dit is hem. Deze achtbaan gaat over de kop. En ben je groot genoeg voor hem in te gaan? De vraag is, ga jij vandaag voor de allereerste keer in een achtbaan die over de kop gaat? Gaan we het doen? Nee. Gaan we het doen? Nee. Hangen, laat me die hangen. Laat hem hangen. Ik ga het doen. Nee. Nee. Nee? Nee. Debbie, je mag erin. Maar vertel. Misselijk. Oké, nou, we gaan het dus vandaag niet doen. Kijk, dit is hem trouwens. Hij gaat, ik ben hier al een paar keer in geweest. Dat weet iedereen waarschijnlijk ook wel. Maar moet je eens even kijken. Die gaat dus zo hierboven beneden de kaarsrecht naar beneden. Gaat hier over de kop. Daar komt hij. En daar gaat hij nog een paar keer. Debbie, gaan we dit? Eén keer. De kans heb je vandaag. Gaan we het doen? Oké. Nee, dan moet je het niet doen. Binnenkort gaat Elvan wel een keer over de kop, want hij mag eindelijk in achtbanen die over de kop gaan. Aangezien Debbie een beetje misselijk is geworden, ga ik met Ilai samen in die achtbaan. Gaan we erin? Nee, gaan we samen. Oké, we zitten erin. Hey, let's go, Ilai. Ilai, ik zie alleen je mooi achterhoofd. Daar is hij dan. Hey. High five! Yeah. Ezra, hij wil nog een keer. Ik heb deze camera bijgepakt. Hij wil nog een keer en Pip wil het ook. Gaan jullie samen? Of ik ben even. Nee, wacht even. Nee, ik pak even een goede camera bij. Wacht even. Alsjeblieft, okay, want ik heb wat te vertellen. Ja. Die twee willen ook, maar ik wil daarin. En we hebben wat wil jij? Want eventjes voor de duidelijkheid, ik ben hier al twee keer in geweest. Jij gaat er nooit in. Vandaag is de dag dat jij erin gaat. Voor de allereerste keer. Oké, Sam, dan gaan wij gewoon lekker met tweeën. Let's go. Esther, ik dat niet durf, maar ik doe altijd alsof ik niet durf. Dan ziet Esther gewoon stoer eruit. Toch? Zoiets? We snel rennen. Want kijk. Hij gaat er eindelijk in voor de allereerste keer. Naar de andere kant, naar de andere kant. Oh. Achtbaan zit vast. Ja. Hij zit vast. Nee. Hij zit vast. Nee. Jullie waren bang, hè? Wow. Oei, wat is dit? Oei. Oké, dit begint wel een beetje eng te worden. Oei. Ik ga huilen.
Wat is dit nou, joh? Dit had ik hier pas zo. Oké, jongens en meiden, dan gaan we dan. Ah, oh, ik heb tranen vliegen. Mijn haar zit niet meer goed. Nu wel. Oké, stop. Hoppa. Was leuk, jongens? Ja. Mooi geweest. We gaan snel weg. Wauw. 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 Kijk, we staan. Wie had verwacht dat deze dag ooit zou aankomen? Toch, Pius? Neem je box. Papa, stuur dan, mama. Hoe was het? Gaat het goed met je? Eén ding? Ja. Het meest enge is zodra je naar boven gaat. Dat ben ik het enige. Maar voor de rest was het gewoon goed. Ben jij erin zat? Pip en Eli zijn net met z'n tweeën helemaal alleen in die achtbaan geweest. Met z'n tweeën voorin. Ga je nog een keer? Ja. Oké, ga mee. Dit is echt te schattig. Het schattigste wat je gaat zien. Ja. En is weggerend. Zelfs Mia's rent naar de attractie. Nee. Wat gaat er gebeuren? Dit mooie moment. Het is 17:50. Het park gaat om 18:00 dicht. Nee. Dit mooie moment. Dit mooie koppeltje samen. Kijk, kom hier met je hoofd. Kom hier, kom hier. Kijk deze nieuwe gezichten. Ze zijn via de uitgang naar binnen gegaan. Ik heb te horen gekregen dat het gaat lukken. Oh nee, nee, Mias, niet. Jij mag er. Kijk, dit is dus de hele dag. Mias, jij mag er niet in. Nee, Mias. Ze zit erin. Oké, wij hebben de hele achtbaan voor onszelf. Pip en Eli zitten hier zo schattig samen. Oké, ik ben benieuwd. Geef hier een schattigheidsfactor tussen een schaal van 1 en tot 10. Kijk dit, ja? Oké, let's go! Nee, dit is de allerlaatste keer. En dan gaan we lekker uit, want we gaan lekker eten, denk ik. High five! Yeah, high five! High five, high five, high five, high five! En ik geef schattigheidsfactor nummer 10. Dagje, is dit wel echt super lekker. Lekker hapje eten. En natuurlijk drinken. Ah! Dan zou ik zeggen, eten smakelijk en drink smakelijk. Gooi maar achterover. 3, 2, 1. We zijn weer thuis aangekomen. Kijk eventjes, we hebben een heerlijk vuurtje aangestookt. En de jongens gooien nu allemaal van die dennenappels in. Dus het gaat... Ernaast. Het gaat zoals goed is lekker knetteren. Kijk, dan gaat het heel erg branden. Oké, chippies branden blijkbaar ook heel erg goed. Kijk. Kijk. Hier. 1, 2. Oh, alles zit erin. Het knettert echt super goed. Wij gaan hier eventjes nog lekker genieten van het vuurtje. Super lekker warm. Jullie bedankt voor het kijken naar deze video. En zouden we zeggen, abonneer en tot de volgende keer. Doei! Thank you.